Hey, welkom bij weer een nieuwe vlog of podcast. Vergeet je niet te abonneren en het liefst even een referentie neer te zetten. Dus het aantal sterren of eventjes een opmerking bij wat je ervan vindt. Vandaag wil ik het met je hebben over de vragen die ik mezelf stel op het moment dat ik content post. Ik heb een template voor mijn klanten in Creëer Droombedrijf. Creëer Droombedrijf is het fundament bouwen van een onderneming. Daar zitten mensen in die tot ongeveer 3000 euro per maand bruto omzetten en die daar heel erg in willen groeien. Dus of je nou in loondienst zit of al een eerste of een tweede bedrijf hebt gehad, je wil dat fundament stevig hebben staan. En om je dat te leren heb ik dus een template. En in dat template vraag ik meerdere dingen aan mijn klanten, zodat ze een soort van leidraad hebben van hey, waar moet ik rekening mee houden? Want wat veel ondernemers doen is, ze zoeken een foto, ze zoeken een tekst, ze combineren de twee, misschien wat hashtags erbij, of het nou LinkedIn of Instagram is, ze plaatsen het en dan reageren ze op de reacties. Vaak verkopen ze niet eens. En that's it. En daarmee hopen ze dat mensen bij ze komen. Alleen, je meet niks. Dus hoe weet je nou of je het goed hebt gedaan? Je kan wel in je statistieken daar kijken, maar heb je überhaupt een plan wat je met je content doet? Wat wil je eruit halen? Dus er zijn een paar dingen. Ik kijk eerst altijd naar mijn positionering. Hoe wil ik overkomen? En past hetgene wat ik doe bij past hetgene wat ik doe bij de content die ik wil neerzetten? Dus bijvoorbeeld, ik heb een foto, ik heb een tekst, dan kijk ik, komt dit over zoals ik over wil komen? Past dit bij mijn positionering? Dat is vraag 1. Past dit bij mijn positionering? Dan mijn tweede vraag is, welke tips en inzichten wil ik delen? Als je content post, wil je als expert gezien worden. Dus per week kijk ik, joh, wat ga ik deze week posten naast andere dingen? Dus het hoeft echt niet in iedere post te zijn. Wat ga ik deze week posten? Welke tips en inzichten ga ik delen? Daarnaast kijk ik, joh, waar ga ik mijn klant in meenemen? Welk verhaal van mezelf? En dan kijk ik een beetje naar storytelling. Storytelling houdt dus in dat ik jou meeneem in een verhaal, alsof we in een film zitten, waarbij ik gebruik maak van bijvoeglijke naamwoorden. Weet je, ik zeg bijvoorbeeld dat je iets kan horen, of dat je iets kan zien, of dat je iets kan voelen. En ik zorg dat ik in een lopend verhaal jou meeneem. Bijvoorbeeld, als ik naar stories kijk op Instagram, dan kan dat gaan over dat ik naar Spanje ben verhuisd, met de reden daarvoor. En hoe ik nu vanuit huis werk en toch de connectie houd met mijn klanten in Nederland en in België. En vanuit daar kan ik bijvoorbeeld je uitleggen hoe vaak ik terugvlieg en hoe mijn kantoor eruit ziet. En als jij dat ook wilt, wat jij dan van mij kan leren en op welke manier om ervoor te zorgen dat jij hetzelfde gaat bereiken. Dat is een verhaaltje. Dat is heel wat anders dan, hey, ik wil dat jij klant wordt bij Creëer Droombedrijf. Hier heb je mijn programma. Hier heb je een referentie van Janneke en van Piet. En succes, meld je aan. Er gaat wat meer emotie vooraf. Dus ik kijk altijd, hoe kan ik mijn leads meenemen in storytelling? Welk verhaal kan ik ze meenemen? Daarna kijk ik, wat voor aanbod kan ik doen? En de ene keer is het aanbod gratis. Joh, ik kijk eventjes met je mee. We hebben een sales call of een gratis strategiegesprek waarbij ik met je meekijk. En natuurlijk, als ik dan denk, hey, je bent eigenlijk wel interessant, doe ik je alsnog een aanbod voor een traject. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn van, een heel traject meteen. Ik verkoop Breakthrough of Creëer Droombedrijf. Of ik zeg, joh, ik verkoop deze week een e-book. Alleen een gratis e-book. Gratis dingen heb je namelijk ook te verkopen, want jij dedikeert jouw tijd. Je bent nu aan het kijken of aan het luisteren. En of je nou aan het hardlopen bent of echt op een scherm zit te kijken, maar misschien wel groot op je tv-scherm in de woonkamer hebt gezet. Je spendeert tijd en dat is ook een prijs die je betaalt, want je had deze tijd aan iets anders kunnen besteden. Dus dankjewel ervoor. Dus daarin kijk ik ook, wat voor aanbod kan ik doen? Als het een e-book is, heb ik hem alsnog te verkopen, ook al is het gratis. Ga ik mensen vertellen dat ik ga spreken op een evenement? Dat is ook mezelf verkopen in een aanbod doen. Naast dat ik die vragen heb gesteld, dus wat is mijn positionering? Past dit erbij? Welke tips en inzichten ga ik delen? In welk verhaal ga ik mijn leads meenemen? Welke story ga ik mijn leads meenemen? Welk aanbod ga ik doen? Dat zijn de vragen. Daarna kijk ik altijd naar mijn leadgroei. Oké, wil ik deze week extra referenties? Wil ik extra volgers? Wil ik extra aanvragen? En dan kijk ik per platform, oké, hoeveel wil ik groeien?
is dat me gelukt, dan is dat top. Zit ik er heel ver boven, dan heb ik eens iets goed gedaan. Dan sla ik die content op en dan ga ik dat later herproduceren. Dus dan denk ik, oké, die deed het goed. Over 2 maanden post ik dat nog een keertje. Misschien een andere versie ervan, maar ik post het, want jij bent het al lang weer vergeten. Dus dan kan ik dat lekker hergebruiken en dan kan ik het lekker uitmelken op de goede manier. Zodat ik niet iedere keer nieuwe content hoef te bedenken. Maar als het heel slecht doet, dan analyseer ik dat ook. Waarom reageren mensen hier niet op? Soms komt het omdat ik advertenties aan heb gezet en het is in 1 keer een ontzettend zonnige dag in Nederland en mensen zitten gewoon niet op hun telefoon. Dat kan een reden zijn. Als het regent heb je altijd goedkopere kosten en meer mensen die kijken, want we zitten binnen. Maar ik kijk bijvoorbeeld ook van, misschien was het niet interessant hoe ik het heb verteld. Misschien was ik te langdradig. Misschien was het beeld niet goed. Misschien was het geluid niet goed. En daar spiek ik. En daarmee maak ik dus weer content voor de volgende keer. Ik heb dus nieuwsbrieven. Ik heb een podcast. Ik heb een vlog. Ik heb een LinkedIn nieuwsbrief. Ik heb een e-book. Ik heb advertenties. Ik heb video's. Ik heb mijn website. Ik heb, nou ja, weet ik waar ik allemaal zichtbaar ben. En ik herhaal dat. Niet allemaal tegelijkertijd. Want dan ga jij je uitschrijven. Als jij mijn nieuwsbrief hetzelfde ziet als wat ik op Instagram post, als wat ik in mijn podcast zeg in dezelfde week, dan is het overkill. En je wil niet iedere keer al die notificaties van mij hebben als het over hetzelfde gaat. Dus je schrijft je uit van dingen en daarmee kan ik je minder spreken. Dus ik maak bijvoorbeeld 1 nieuwsbrief. En dan schrijf ik daar wat social media posts van. En die post ik dan een week of een maand later of 2 maanden later. En dan ben ik iedere keer alles aan het roteren. En als je dat doet, heb je een goede marketingstrategie. Als je weet wat het eindresultaat is, wat je wilt. En dan kan je vanuit daar heerlijk veel klanten krijgen op een hele efficiënte, rustige, chille manier. Zonder dat je zelf over de kop hoeft te werken de hele dag. Nou, mocht jij meer dingen willen leren voor een fundament. En als je denkt, god, dit spreekt me aan, de manier waarop je dingen uitlegt. Ik ga aan op je energie. Dat template, daar ben ik benieuwd naar. Ik wil dat bij je kunnen inleveren, zodat je dat even checkt. En dat je mij bevestiging kan geven dat ik voor kan gaan. Ik wil ook een template voor een website. Ik wil een template voor salesgesprekken. Ik wil weten of mijn prijzen goed zijn. Ik wil weten of mijn ideale klant goed is. Ik wil weten hoe ik kan adverteren. Ik wil weten hoe ik mijn mindset goed krijg. Dan is Creëer Je Droombedrijf het perfecte programma voor jou. Kijk even op de website www.clairebabij.nl/creëer-je/droombedrijf. Maar je kan ook naar de homepagina en dan zie je het bij Werk met mij, Creëer Droombedrijf. Lees even de referenties door. Die kan je ook onder referenties verder nog vinden. Lees de tekst door, lees wat ik aanbied en stuur me dan een berichtje. Want ik denk dat als je dit luistert en je vindt het interessant en je denkt, hier kan ik wat aan hebben, dan zou ik je in dat programma heel goed verder kunnen helpen. Ik zie je daar. Heel veel succes!